Goeiedag kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. De meeste van de afleveringen die we hadden gehad, gingen over Biggie Yaris. En vandaag is het ook niet anders. Ik ben op bezoek bij de Suriname Alcoholic Beverages, meer bekend als SAB. En hier zal ik dan een gesprek hebben met de directeur, de heer Steven Mangayong, en een paar van zijn medewerkers die het geheel hier bij SAB draaiende houden. Ik begin altijd met de persoonlijke vraag. Wie is de heer Steven Mangayong? Nou, dus heer Steven Mangayong, dat is een ik ben directeur van SAB al een aantal jaren. En ik doe dit werk al met heel veel plezier, heel veel genoegen. Het is een heel mooi Surinaams bedrijf waar we bijzonder trots op zijn. We hebben heel veel hoogtepunten gehad, een paar kleine dieptepunten, maar meer hoogtepunten. En vandaag zijn we dus inderdaad 55 jaar. We zouden dit heel graag groots met de gemeenschap willen vieren, zoals wij het altijd hebben gedaan bij bepaalde mijlpalen. Maar helaas, vanwege de huidige situatie, is dat niet mogelijk. Dus we hopen dat wel in de toekomst, hopelijk dat we volgend jaar mogelijk wel iets gepast kunnen doen om toch de gemeenschap te laten meevieren. Dus we doen het op een iets ingetogenere manier. En, maar dat wil niet zeggen dat we niet iets te vieren hebben natuurlijk. Ja, absoluut. 55 jaar is een heel mooie mijlpaal. Hoe kijkt u zelf terug? Nou, met heel veel genoegen. Trots, zoals ik eerder zei. SAB is een heel mooi bedrijf. Het heeft heel veel dynamiek. We hebben heel veel mooie ontwikkelingsplannen voor de komende jaren. We zijn bezig met de opzet van een nieuwe fermentatie- en distillatieplant. We zijn bezig met nieuwe lijnen die we gaan aanschaffen. De exporten naar Europa, naar de Caribbean, die gaan goed. Ook naar Amerika. We zijn dus als bedrijf hebben we in de loop der jaren, dat vele mensen waarschijnlijk niet weten, hebben we heel veel prijzen gewonnen met onze producten. Dus de Borgo rums, de Blackhead rum hebben mooie onderscheiding gewonnen, medailles gewonnen. En dat zijn zaken waar wij als bedrijf, maar ook als Surinamers, heel erg trots op zijn. Maar bovenal, wat veel mensen niet weten, is dat SAB natuurlijk ook de hele farmaceutische industrie voorziet van alcohol. Dus apotheken, hospitalen, alle alcohol die daar geleverd is of gebruikt wordt in medicijnen, is van ons afkomstig. Dus men kent SAB heel vaak als een bedrijf van, hier maak alleen maar Borgurum en Hanapié. Maar SAB is veel meer dan dat. We hebben ook een sanitizer die we dus leveren en heel veel mensen maken daar dankbaar gebruik van. Dus we hebben een bepaalde rol in de gemeenschap in de afgelopen jaren. Eigenlijk heeft SAB de rol van Marienburg overgenomen. En Marienburg is in de jaren 80er jaren van de vorige eeuw is Marienburg gestopt met het leveren van alcohol en rum. En toen heeft SAB die rol overgenomen. En vandaag de dag staan we hier. 55 jaar is een mooie mijlpaal. En we hopen dat we in de komende jaren nog veel mooie dingen mogen doen voor Suriname. Ja, die vraag bijna hoef ik niet meer te stellen. Waarvoor staat SAB bekend? Want u heeft dat al heel mooi ingepakt voor mij en ook voor de kijkers. Maar als we kijken, we zitten in een COVID-situatie. Ik denk dat daarbij SAB heeft daarbij een hele belangrijke rol mogen innemen. Vooral wanneer het gaat om hand sanitizers en ja, meer om alcohol om je handen schoon te kunnen houden. Wat betekent dit, dat men een beroep op jullie kan doen of kon hebben gedaan toen de tijd om de gemeenschap en ziekenhuizen, bedrijven te kunnen voorzien van zo'n product? Ja, nou, vorig jaar was een heel tumultueus jaar. Een moeilijk jaar voor heel veel bedrijven, het bedrijf in Suriname in het algemeen. Ik moet eerlijk zeggen dat SAB heeft vanwege de situatie, er zijn heel veel grote vragen geweest naar alcohol, sanitizers. Daar hebben we heel goed op ingespeeld. We hebben heel veel donaties gedaan aan verschillende overheidsinstellingen, gezondheidsinstellingen. Men heeft vaker een beroep gedaan. Op een gegeven moment waren we zodanig, zoveel vraag was dat we de vraag niet eens aankonden. Dat was in het midden van de pandemie vorig jaar. Maar met name wat ook gemerkt is dat mensen heel veel Marienburg gingen gebruiken. Wij zeggen Marienburg is niet echt een desinfecteren, maar veel mensen gebruiken dat. En sommige mensen zweren erbij. En ze zeggen gewoon van nou, ik gebruik Marienburg, ik wil niets anders hebben. En wij stimuleren dat niet. We zeggen Marienburg is eigenlijk een drank die je met mate moet gebruiken. Maar vorig jaar was een bijzonder goed jaar voor SAB. En dit jaar is de vraag is natuurlijk
iets minder nu. Het is een beetje aan het nivelleren. Maar desalniettemin is er nog steeds. Ik denk niet dat het zal veranderen, veel zal veranderen. Mensen zullen altijd wel hand sanitizers moeten gebruiken. De levering aan de apotheken. We leveren niet alleen aan apotheken overigens, hoor. We leveren ook aan andere bedrijven die dat gebruiken voor hun processen. Dus we hebben een hele belangrijke rol daarin te vervullen. En we zijn daar best wel content mee. Helemaal. En voor de kijkers die een beetje twijfelen, Marienburg is niets anders dat we kennen als Palom. Ja, Marienburg is eigenlijk toepasselijk, hoor. Leuk voor de kijker om te weten. Ook mensen weten vaak, vragen vaak van waar komt de naam Borgo vandaan. Nou, Borgo betekent is gewoon het Surinaams voor burg. Als je praat over Marienburg, is het Marienborgo. En Borgo was uitgebracht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de centraal fabriek op Marienburg. Dat was de laatste suikerplantage die Suriname rijk was, helaas. En toen is Marienburg uitgebracht als een jubileumrum. Het was niet de bedoeling dat het zou blijven, maar het werd zo populair. En het is eigenlijk onze flagship brand geworden, zowel in Suriname, maar ook in het buitenland. Heel veel vraag vanuit verschillende delen van de wereld vraagt men om onze brands, Borgo met name. En dat is inderdaad toch wel iets geweest dat we zeggen van, hey, mooi dat we Suriname daarmee toch wel op de map hebben kunnen plaatsen. Maar SAB staat niet alleen natuurlijk voor Borgo, we hebben meer brands natuurlijk. Hè? Dus we zijn continu aan het ontwikkelen om nieuwe brands te ontwikkelen. De nieuwe lijnen die we aanschaffen gaan ons daarbij helpen om inderdaad, het wordt steeds mooier. Er komen er nieuwe flessen uit. Borgo komt volgend jaar in een nieuwe lijn uit met nieuwe flessen. Prachtige flessen. We hebben wat grote uitdagingen nu door de situatie op de wereldmarkt met de vrachttarieven. Zijn enorm toegenomen. Dus ook SAB, ook wij hebben daarmee te kampen. En we proberen toch te kijken hoe we uit deze situatie kunnen geraken. Het zal zeker nog tot medio volgend jaar duren voordat we uit deze situatie zullen geraken. En dan nog zal het ook nog een blijvende uitdaging zijn. Helemaal. Als ik je zo hoor praten, echt met heel veel trots. Ik neem aan dat u dit niet alleen doet. U heeft een heel sterk team achter u. Ja, dat is klopt. Ik denk dat niemand kan succesvol zijn zonder dat je een goed team met je hebt. Dat is en het valt en staat daarmee. Ik ben ook blij dat we straks de gelegenheid hebben om de mensen ook zelf aan het woord te laten. Niet alleen mij. Ik ben natuurlijk het uithangbord. Maar er gebeurt heel veel meer achter. En dat is wel het mooie dat mensen ook mogen weten van, hey, SAB, Borgo Rum, trotsbedrijf. Wat we hier doen, is alles wat we doen is met passie. Ik denk dat wat je doet, moet je passie hebben. Anders, ik denk dat wat je doet, ook je vak, dat je dat met passie doet. Ik zie je zo lachen. Helemaal. Maar als je geen passie hebt in je werk, ga je het werk doen. Alleen maar misschien voor het geld. Ja, ik wil geld verdienen of ik moet het doen. Maar ik denk dat als je passie hebt in wat je doet, denk je dat je ook een heel mooi prestaties en producten kan neerzetten. En dat doen wij hier. Dus we hebben straks gauw de master blender. We hebben een vrolijke master blender. Die is degene die verantwoordelijk is voor het samenstellen van de mooie blends die we maken. We hebben trouwens met dit jaar hebben we ook een 55 jaar jubileum hebben we uitgebracht. Dus we gaan dat in de komende weken gaan we dat aan de gemeenschap presenteren. Helemaal. Ja, en zoals meneer Mangayong het zegt, dan gaan we op bezoek. Want u heeft het gehoord, een vrouwelijke blender. Ik ben wel benieuwd naar hoe deze Jajasrana Uma te werk gaat. Kijkt u mee. Kijkers, ik ben van locatie veranderd. Ik sta nu in het rumhuis waar ik met de assistant operations ga praten. En dat is mevrouw Astria van Eten. U ook, welkom in gesprek met. Dankjewel. Waarvoor staat het rumhuis allemaal bekend? Het rumhuis staat eigenlijk bekend voor het herleven, het beleven van het rumleven. We hebben allemaal hier dus te maken met productie van rum. Maar mensen hebben altijd zoiets van, oké, het is een Borgo of het is een Hanapié. Maar waarvoor staat dat? Dus dan kan men bij het rumhuis komen om eigenlijk de beleving te hebben, mee te maken. En dat doen we onder andere door tours te verzorgen. We hebben ook tastings, we hebben cocktailsessies. Dat allemaal te maken hebben met dus rum. En hoe lang bestaat dit gedeelte er al? Dit bestaat dus 10 jaar. We zijn in 2010 begonnen. Dus 2021 zijn we dus 10 jaar. Is dat geen 11 als u zegt 2010? We zijn in 2021. 2020 zijn we laatst 10 jaar en dit jaar worden we dan 11. Ik zou net bijna zeggen, dubbele bigiari. 55 voor SAB en 10 jaar voor Rumhuis. Maar geen no. Ja, maar ik wist nooit dat er ook tours werden gegeven bij het Rumhuis om te weten hoe alles hier gedaan wordt.
welke belevenis kan men nog meer hebben behalve? Laten jullie ook zien hoe de rum allemaal gemaakt wordt en zo? Ja, klopt. Dus de tour houdt eigenlijk in dat we in de productie gaan met de toeristen of met de gasten. En dan laten we vanaf het begin tot eind ook zien hoe rum eigenlijk wordt gemaakt. En wat is uw ervaring de aantal jaren dat u hier werkt voor het SAB? Mijn ervaring is natuurlijk, je gaat op den duur echt lijken alsof je een alcoholist bent. Want je had heel veel weten over rum. En dat denkt men soms ook van, hoe Astrid weet zoveel over rum. Maar dat is omdat ik al 7 jaar hier werk. En ik heb best wel heel veel ervaring hier mogen opbouwen ten aanzien van rum. Dus het proces, dat alles zit ook in me. De manier hoe rum wordt gemaakt, de manier hoe we eigenlijk de tasting doen. De onderscheid maken van alles. Dus dat ik hier 7 jaar werk, lijkt op den duur van Astrid weet heel veel over rum. Maar dat maakt omdat ik best wel een paar jaar hier gewerkt heb. Dus dat maakt het wel leuk dat je thuis gaat en je gewoon heel veel weet over rum. Maar niet dat je heel veel rum drinkt hoor. Kan ik me best wel voorstellen. Maar vandaag zijn jullie ook jarig. Ook aan jullie kan ik jullie, ook aan jou kan ik de hartelijke felicitaties delen met 55 jaar SAB. Wat betekent het om zo'n mijlpaal ook nog mee te kunnen maken? Natuurlijk is het, het geeft me een goed gevoel. Ik werk echt met plezier, dus dat ik dit kan meemaken en gewoon erbij kan zijn tijdens het 55ste jaardag. Dat maakt het toch nog leuker en het geeft mij best wel dat gevoel van ik ben er ook bij. Ik hoor er ook bij, dus dat maakt het heel speciaal. Ja, dat vind ik heel mooi. En behalve het feit dat men toursje kan meemaken, tastings kan doen, kan men ook zelf alcohol kopen en meenemen om te zeggen, oké, ik heb een tasting meegemaakt, ik vond die lekker en die wil ik ook kopen? Ja, dat kan zeker. Waar we hier staan is dus de gift shop. En de gift shop is onze winkel. Wanneer men klaar is dus met zo'n tour of een tasting en men zegt van, ik wil graag iets meenemen, dan zou allemaal dat in de gift shop kunnen. We hebben naast onze rumsoorten ook onze merchandise. Dus we kunnen ook een mooie shirt kopen, een shotglaasje en een opener. Wat is uw felicitatieboodschap naar SAB toe? Nou, van harte gefeliciteerd SAB namens het Rumhuis. Het is een genoegen geweest dat we dit alles toch samen kunnen. En natuurlijk gaan we voor meer en voor het best. En voor meerdere jaren. Ja. Mevrouw Van Eten, heel hartelijk dank. En gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, kijkers. Ik ben weer op een andere locatie. Ik ben nu op de mixing en blending afdeling van de SAB. Waar ik een gesprek ga hebben met mevrouw Rieke Wiriabesari. En zij is de vrouwelijke, we gaan het mixologist noemen van de SAB waarover ik het had. Want ik ben zodanig benieuwd van wat ze allemaal doet. Mevrouw Wiriabesari, welkom ook in gesprek met. Is voor u. Yes, dank u wel. Om te beginnen, de directeur zegt me, u bent de vrouwelijke persoon die dit alles hier draait. Wat betekent dit voor u? Dat u zo'n mooie positie heeft kunnen machtige. Ja, heeft groot gelijk. Ik hou ervan namelijk om te mixen. Ik hou van ruiken, ik hou van proeven, ik hou van te kijken als het een mooie kleur heeft, een goudgele kleur. Want dat maakt dat het eigenlijk jouw product veel lekkerder en veel smaakvoller wordt. Dus eigenlijk mijn passie om dit werk te doen. Zolang ik er ben, zal ik maar blijven inzetten voor SAB. Ja, en dan moet ik ben helemaal vergeten om te zeggen, alsnog van harte gefeliciteerd met 55 jaar SAB. Dank u wel. Ik ben blij dat we ook dit meepak kunnen meemaken. En dat ik ook er nog zal zijn in die periode dat er nog moet komen, bijvoorbeeld 60 jaar SAB. En hoe kijkt u zelf terug met 55 jaar SAB, vooral met het werk dat u doet? Nou, heel veel verbeteringen, als ik het zo mag zeggen. Heel veel groei. En SAB heeft heel veel potentie om te groeien naar grotere hoogtes. En wat doet u allemaal hier? Ik ben namelijk bezig met nog van alles hoor. Mixen, ik doe van het blenden van producten, van alle producten die we eigenlijk tot stand hebben kunnen brengen. En tot de dag van vandaag doe ik dat nog steeds. Dus u bent eigenlijk degene die ook ervoor zorgt dat
rum een beetje aan het verouderen is voordat het gebotteld wordt. Dus u moet ons dan vertellen hoe allemaal het proces eruit ziet. Dat klopt helemaal. Als we zeggen we gaan het Borgo 8 jaar maken, dan wil dat zeggen dat het product 8 jaar is gelagerd in die eikenhouten vaten. En als we daarvan die producten hebben gehaald uit die lageringruimte hier, de barrel warehouse die achter me staat, en dan worden die producten gemaakt. Want we hebben ook begrepen dat Borgo 15 heeft gewonnen. Is dat we zeggen dat die 15 jaar gezeten al voor het is gebotteld? Helemaal, ja, absoluut. Ja. 15 jaar gelegen in de vaten om te repen. En wat betekent dat voor u dat die desbetreffende fles en die desbetreffende Borgo een internationale prijs heeft kunnen winnen? Heel mooi. Ik vind het heel prachtig dat we ook in de prijzen zijn gevallen om zo'n award te winnen. Welke inspiratie heeft u als vrouw naar, laten we zeggen, meisjes die denken, oké, als mevrouw Rieke het kan, dan kan ik het ook. Welke inspiratie heeft u naar jonge meisjes toe? Sowieso moet je ervan houden. Het is een leuk vak. En zolang je van iets houdt, gaat alle deuren voor je open. Ja, in verband met SAB Jaardag hebben we ook geen activiteiten in de Barrel Warehouse. Als we activiteiten zouden hebben, zou het open zijn. En vandaag hebben we gewoon onze tanks hier. Die als we vandaag willen mixen, dan worden in deze tanks gemixt. Dit zijn de 5000 liter tanks. En hier worden kleine batches gemaakt van 5000 liter. En daar heb je die grote tanks, daar worden die volumes gemaakt van 10.000 liter. Uh-huh. Maar wat u heeft het over, worden mixjes gemaakt, maar wat wordt allemaal gemixt? Sowieso worden er grondstoffen toegevoegd. Ja, op basis alcohol 96% wordt hierin toegevoegd. En dan wordt er RO-waarde toegevoegd en zo worden de aroma's toegevoegd. En dan wordt er een product aangemaakt en daarna wordt het gefilterd in een ander tank. Zodra het product wordt gefilterd in een ander tank en het voldoet aan de specificatie, dan wordt het ook gekeurd door het lab. En als het voldoet aan de norm en het voldoet bijvoorbeeld de pH is goed, de kleursterkte, de geur is goed, dan wil dat zeggen dat die vrijgegeven wordt. Uh-huh. En hoeveel dranken heeft u allemaal kunnen meewerken? Want SAB heeft een mooi aantal. Aan hoeveel heeft u kunnen meewerken? Zo, aan heel wat hoor. Sowieso die Marienburg 65, je hebt de Borgo 8 jaar, je hebt de Borgo 12 jaar. Dus zo'n aantal producten heb ik zo kunnen meemaken, ja, om te ontwikkelen. En wat wordt daar gemeten? Want ik zie een soort thermometer. Het zijn filtermachines die zorgen ervoor dat het product schoon wordt wanneer het wordt gefilterd. Oké. Oh, dus ik dacht dat ze moeten meten om te kijken of het te warm is of te koud. Dit is gewoon een filtermachine en dan wordt het product hiermee gefilterd. Gaat het in de andere tank, dan wordt het product schoon. En tot slot, wat is uw felicitatieboodschap naar het bedrijf toe in verband met 55 jaar SAB? Ik zou zeggen, hou het zo. En ik wens SAB ook nog vele jaren na deze. En dat het ook verder gaat met heel veel groei en bloei. Ja, kijkers, ik ben nu weer op een heel andere afdeling. Ik ben op de afdeling botteling, waar ik heb begrepen dat ik gepakt en gezakt moet zijn alvorens ik kan binnen, naar binnen kan gaan. En mevrouw Esmeralda Mado, als ik me niet vergeet. Modo. Esmeralda Modo. Die heeft aangegeven, ik en mijn cameraman moeten haar net op hebben, alvorens we de bottelingafdeling af kunnen. Ja, goedemiddag, van harte welkom op de packagingafdeling. En dit zijn de huisregels van de packageafdeling. Alvorens een bezoeker binnen de afdeling intreedt, dient de bezoeker een haarnet op te doen. Dankjewel, en dat zal ik doen. Thank you. Oké. Waar gaan we nu met... Mag ik u mevrouw Esmeralda vinden? Want ik kan niet. Ik denk dat uw achternaam een beetje gaat rammelen. Mag ik zeggen mevrouw Esmeralda? Oké. Estra, oké. Wat is onze eerste stop? We gaan beginnen op de productielijn en dan gaan we verder. Eerst bij de flessenunit gaan we beginnen. De flessenunit is die richting op. Oké. Ja, we gaan meelopen en meekijken. Dit wordt ons de meest interessantste in gesprek met, waar we een hele leuke rondleiding krijgen in verband met de jaardag van SAB. We beginnen achterin waar de flessen worden gespoeld. En daarna gaan we naar de transportbaan van de
etiketten en schroefsluitingmachine. Daarna gaan we naar de verpakkingsunit. Heel mooi. En hoe vindt u het zelf om dit werk te doen? Ja, ik vind het heel leuk. Het is interessant. En ook om kwaliteitsproducten te leveren. Want SAB levert kwaliteitsproducten aan de markt, zowel internationaal als de lokale markt. Dus ik ben sinds 2010 hier in dienst bij SAB. Dat is een mooie 11 jaar. Jawel. Wat betekent dit voor u dat je 55 SAB kan meemaken? Ja, hoogste mijlpaal, 55 jaar. En dat we nog steeds, als ik zeg, kwaliteit leveren voor internationaal zoals lokale markt. Als ik zei, Alfredo, zouden we bij de flessenunit gaan. Hier is de flessenunit. Daar heb je de flessen worden op de baan geplaatst. Ze worden gerinst hier. Als de flessen gerinst zijn, worden ze verder getransporteerd naar de fillermachine. Als ik zo kijk naar die flessen, blazen jullie elke keer jullie eigen flessen of doen jullie ook als Sparbo een beetje met een statiegeld? Nee, we doen niet aan statiegeld. De flessen worden geïmporteerd en we krijgen nieuwe flessen. Ze zijn in bulk aangekomen en ze worden gezet. Want bijvoorbeeld als je een bord in de winkel koopt, een nieuwe bord, wordt het meestal gewassen voordat je het gebruikt. Dus worden de flessen gerinst hier voordat ze gevuld worden met alcohol. Okay. En ik zie dat ze hier bezig zijn met palm aan te vullen. Ja, dit is Maaienburg 81% export. De 81% is exportproduct. Dus we zijn momenteel bezig met exportproduct. Marienburg 81%. Dus je hebt 65, 81 en 90%. Jawel, de Marienburg-lijn bestaat uit de 65%. De 81% is voor export en de 90% is voor lokaal. Jawel. Dan denk ik dat we dan, want nu zien we dan hoe de flessen hier gewassen worden. Inside and out. Ja, ze worden van binnen zoals buiten gewassen. Als ze gerinst zijn van buiten en binnen, worden ze tijdens het transporteren gedroogd. Nadat de flessen gerinst zijn, worden ze getransporteerd naar de fillermachine. Zoals u ziet is daar de fillermachine. De flessen zijn daaronder en gevuld. Nadat ze gevuld zijn, worden ze geleid naar de schroefsluitingmachine. Daar worden ze gekapt. Dus ze voorzien van een schroefsluiting. Niets wordt eigenlijk meer handmatig gedaan, hè? Nee, alles wordt automatisch gedaan met de machines. En in packaging neem ik aan. Wanneer ze in de dozen geplaatst moeten worden. In de dozen. Want we gaan straks even handmatig daar de flessen zien in de dozen verpakt worden. Omdat ze exporten zijn. We zijn nu bezig met de export, Marienburg 81. En dat wordt in de dozen geplaatst, zodat de etiketten geen schrammetjes krijgen. Alles. We willen de zuiver materiaal hebben. Dus waarom dat alleen op handmatig worden gedaan. Maar lokaal wordt alles machinaal gedaan. En hier worden dan ook alle dranken die SAB maakt, Hanapie, Borgo, alles wordt hier ook gevuld? Jawel, alles wordt hier gevuld. Op de Berryway Miller Lane wordt alles gevuld. De Daru, de Hanapie, de bekende Blackhead, wordt alles hier op de productielijn gevuld. We mogen verder lopen. Als we eerder zijn, als ze gevuld zijn, geschroefd zijn. Ze zijn voorzien van een schroefsluiting. Worden ze verder getransporteerd naar de etiketmachine. Ik snap het waarom je zegt, het is een heel interessante baan. Want ik zou het ook interessant vinden. Want de manier hoe alles zo in elkaar zou ik ook interessant vinden. U heeft helemaal gelijk. Ja, het is heel interessant. Ik vind mijn werk heel leuk. Tot nu toe. Ik doe het met plezier. Dus elke dag heb je verschillende producten. Je hebt ook de obstakels, maar daarmee moeten we ook tegen kunnen gaan. Want in het leven heb je ups en downs. En je moet altijd door kunnen gaan met de ups en downs. Als we verder gaan, dan zit hier de etiketmachine. Hier worden de flessen gelabeld. Ze krijgen een front- en een back-label. Als ze voorzien zijn van een front- en back-label, krijgen ze daar een printing.
De printing bestaat uit de datum, batchnummer en de tijdstip. Als ik u even mag wijzen. Binnen de SAB zeggen we voor de verzin van een bottlecode. De bottlecode is de datum, batchnummer met daarachter export en de tijd. En zo zien ze wanneer ze eruit de etikettenmachine zijn gegaan. Voorzien van een front- en een backlabel. Dus dit is overproefruim. Jawel. Als ik al eerder zei, daar heb je de paktafel. De exportproducten worden handmatig verpakt. Maar de lokale worden met machines verpakt. Ja. Maar nu zijn jullie jammer genoeg bezig alleen met de export momenteel. Momenteel zijn we bezig met export. Marienburg 81% export. Zijn we daarmee bezig. Zijn er specifieke dagen voor specifieke rums maken? Of maakt het niet uit? Of krijgen jullie een schedule? Want dat is mij plotseling ingeslopen om te vragen van... Oké, maandag misschien Borgo, dinsdag Hanapje. Is er een schedule? Nee, aan de hand van de prognose wordt er aan de hand van de bottelprognose wordt er gebotteld in de productieafdeling. Er wordt samen met de verschillende afdelingen gekeken welk product er nodig is voor de week of voor de maand, wordt er een bottelprognose gemaakt. En aan de hand van zo'n bottelprognose wordt er gebotteld binnen de productieafdeling. Er zijn ook special producten zoals de Borgus Refidentie, wat we van het jaar nog hadden. Dus er zijn enkele special producten die de SAB voor de markt ook uitbrengt. Vandaar, ik dat boven zag, informeer, communiceer. Oh, het is een hele mooie slogan. Jawel, de slogan die klopt ook met SAB. Want ze zeggen je moet communiceren, je moet produceren. En communiceren is het belangrijkste overal, waar je ook gaat, ja. En dan communiceren, kan produceren. Produceren, ja. En voor SAB is produceren het belangrijkste. Vooral voor onze markten. Om onze markten te voorzien met kwaliteitsproducten. Ja. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar de productietank. U komt vanuit de afdeling mix and blending. Ja. Vanuit de mix and blending afdeling krijgen we product. Product dat nu wordt gebotteld, wordt verpompt vanuit de mix and blending afdeling naar de packaging afdeling. Daar, als u ziet, daarboven zijn de productietank van de packaging afdeling. Daar wordt onze product opgeslagen en vervolgens met zwaartekracht geduwd naar de filler. Dus via die pijpen? Ja, via de pijpleiding wordt het middel zwaartekracht naar de filler gebracht. Ja. En hier zo hoef je eigenlijk niet stil te zitten, want je moet continu. Mensen zeggen, in daai, want flessen mogen niet breken. Jawel, dus je moet opletten zijn. De productielijn moet optimaal draaien. Dus de productielijn, elk stilstaan is veel verloren tijd voor de productielijn. Dus we zijn continu bezig. Dus de productielijn staat niet stil, dus je ziet het zelf. We zijn continu bezig met de productie. Zodat we onze bevolking kunnen produceren van onze kwaliteitsproducten. En tot slot, wat is uw felicitatieboodschap? Want jullie zijn jaren. Wat is uw felicitatieboodschap naar zowel het bedrijf als de samenleving toe? Wel, ik feliciteer SAB alvast met de 55ste jaardag. En dat wij kwaliteit mogen en blijven leveren, zoals internationaal en nationale markten. En dat we de beste mogen blijven. Hartelijk dank en ook de hartelijke felicitaties. Dank u wel. Fijne dag verder. Ja, wij gaan dan afsluiten met de directeur om hem ook te bedanken van de rondleiding die we mogen krijgen. En dan gaat hij dan ook kort sluiten hoe het proces allemaal in elkaar zit. We zitten weer binnen, weer op een rustige plek. En we gaan de directeur wat mooi aan de tand voelen. Ze heeft ons verrast, kijkers. Heeft ons echt wel verrast. Meneer Mangayong, het was een hele interessante rondleiding. Uw medewerkers zijn top. Dat is sterke vrouwen allemaal. Ja, dat had ik u van tevoren gezegd, hè? Precies. En ik heb het ook zelf gezien.
Maar ik zag ook heel veel. Mijn laatste stop was de packaging, hervulling en zo. En dat was de meest interessante voor mij. Dus echt top om te zien hoe het proces allemaal loopt. En ik schaam me een beetje om te zeggen dat ik er niet bij heb stilgestaan. Dat het sowieso ook zal zijn dat SAB zal exporteren. Want dat vertelde mevrouw Moude wel heel veel. En naar welke landen exporteert u allemaal? Heeft u een idee? Ja, tuurlijk. Wij exporteren met name heel veel gaat nu naar Europa. Naar Nederland met name. Benelux. En we hebben natuurlijk ook in 2019, net voor de pandemie, hebben we heel veel exporten gedaan naar Amerika. Dat was Black Cat Rum. Wat je nu hebt, is in Europa is heel veel Borgo, de Borgo varianten. We hebben nu ook exporten gedaan in de regio. Curaçao zijn we nu bezig, Aruba. Dus je ziet als je op de airport aankomt, in de supermarkt komt, zie je al onze producten daar staan. Dat zijn met name de Borgo's. We hebben ook naar Grenada geëxporteerd. Dus we zijn, op dit moment zijn we langzaam bezig om te groeien in de exportmarkten. En dat is best wel een uitdaging. Omdat elke markt heeft natuurlijk zijn andere behoeftes en zijn andere regels en et cetera. Dus, maar Nederland gaat erg goed nu op dit moment. Dus je zit in onze Gal en Gal, in alle slijterijen zijn onze producten verkrijgbaar. Amerika was qua volume de grootste. Dat is vorig jaar een beetje in elkaar, tenminste minder geworden. Dit jaar zijn we weer begonnen met exporteren. Maar Amerika is huge. Als je in Amerika inderdaad kan exporteren, dan moet je wel je zaakjes goed voor elkaar hebben. Met name de vraag is groot, de markt is gigantisch groot. Vooral dat. Dus we hebben bepaalde markten, staten hebben we moeten stoppen voorlopig. Dus ik ben toevallig binnenkort weer naar Amerika gegaan om te kijken of we het weer kunnen opstarten. En om te kijken of we eventueel ook daar eventueel ter plekke kunnen afbottelen. Ja. Zeker omdat we zitten met de logistieke issues die er nu spelen. Ja, maar al met al, als je zelf zegt dat de VS is huge, dat wil zeggen, onze smaak is sowieso in de smaak gevallen. Onze rum om het. Oh. Ik denk dat we Suriname best wel goede producten kunnen maken. Alleen denk ik dat wij nog als Surinamers een beetje te bescheiden zijn. Wij als SAB hebben veel prijzen gewonnen. En dat zei ik eerder ook al. Ik zei van, maar misschien doen we er te weinig aan. Dat sommige mensen niet weten. Zoals u komt hier. Ja, ik wist het niet. U zegt van, ja, ik wist niet dat jullie exporteren. Dus dat zijn zaken die toch wel waarschijnlijk meer belicht mogen worden. We zijn misschien iets te bescheiden daarin en we mogen onze successen misschien wat groter vieren, zodat de gemeenschap ook weet wat er allemaal speelt. Veel mensen die hier komen voor de eerste keer, die kijken, die zeggen, hey, ik wist niet dat SAB dit deed. Ik wist niet dat jullie dit deden. En dat is toch iets voor ons dat er werk aan de winkel is om onszelf inderdaad wat beter te profileren. Ja, precies dat, want ik heb merken gezien waarvan ik niet eens wist. Bijvoorbeeld die Hanapie Premier. Ik wist niet eens dat er was. En je hebt het ook dat... Want als is net als wat je zegt, als SAB zich beter profileert, dan gaat men misschien een beetje afstappen van die black en die double black en die Hennessy's en dan Strana Sani, wie Egi Sani te gebruiken. Ja, dus dat het proces groeit. Ik merk dat Surinamers zich meer bewust worden van hun eigen product, de trots. Nog steeds is natuurlijk wat in het buitenland komt nog steeds status. Men wil graag gezien worden met een duur. Maar we hebben met name bij de Borgo gemerkt, de duurdere Borgo varianten, de 8 jaar, de 12 en de 15, dat mensen dus inderdaad ook daarvoor kiezen. Waar het vroeger alleen maar buitenlandse producten waren. En zeker nu met de ontwikkelingen dat die buitenlandse producten heel erg duur zijn geworden, verwachten we wel dat mensen ook terug zullen grijpen op onze lokale producten. Zeker als die qua kwaliteit en qua packaging niet onderdoen. En ik denk dat qua packaging, we hebben bij wijze van spreken nu zo'n beetje met een nieuwe wodka. Dat zijn bijna zover. En het wordt een hele mooie fles. En dat mensen kwamen zelfs op een gegeven moment vragen van, wordt het in Suriname gemaakt? Oh, ik mis iets van Suriname erbij. Het ook zo internationaal dat je daarbij ook aansluit met mensen die neerkijken op je product, zoals vroeger. Ja, vooral dat. En ik mag niet jokken, het assortiment is mooi. Ik zou bijna zeggen sexy, want heel wat van die flessen zijn sexy. Ja, ja. Dus als je daar kijkt, ziet u de nieuwe Borgo flessen. Het is sexy. Drank is net als mode. Het verandert, hè. Precies. Dus mode gaat heel snel. Het verandert dagelijks, bij wijze van spreken. Maar ook bij dranken ga je daarin mee. Het gaat mee met de tijd. Dus die flessen worden mooier, de etiketten worden mooier, de verpakking wordt mooier. De fles die we nu gaan uitbrengen, daar zijn we bezig mee met een hele mooie verpakking. Dat is nog een verrassing. Maar het kwam niet uit in een doos of in een kistje zoals normaal iedereen verwacht. Maar het gaat in een hele bijzondere verpakking uitkomen. Zo, wij van ATV zijn benieuwd. Dus hopelijk nodigt die ons uit, dus dan komen we ook kijken.
Vooral, misschien na het werk, want tijdens werktijden mag je niet drinken. Maar meneer Mangayong, heel hartelijk dank voor de rondleiding. En vooralsnog, heel hartelijk gefeliciteerd met 55 jaar SAB. Dank u wel. U ook gefeliciteerd, want natuurlijk ik zie... Dank je wel. De SAB en de producten van SAB zijn zo Surinaams als het maar wezen kan. Dus we zijn een Surinaams bedrijf. Dus ik wil ook iedere Surinamer, elke landgenoot feliciteren met het heugelijk feit. We zijn trots. Helemaal. Ja, kijkers, heeft meneer Mangayong gehoord. Hij is heel trots op zijn assortiment. En ik ook, want ik heb heel veel geleerd vandaag. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Mocht u deze aflevering hebben gemist, Gino, de herhaling is vanavond op 12.2. Wij zijn volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!